hadden een tijd geleden bij een klant een trajectje. We moesten in onze optiek als developers een redelijk simpele aanpassing in een softwareproduct doen. Alleen we wisten nog niet precies hoe die code er onder de motorkap uitzag. Maar op het oog gezien, het was eigenlijk een kolommetje erbij in een tabel en zorgen dat die in één businessproces aangesloten was. En we hadden gedacht, we wilden dat per programmen, van nou, dan moeten we met twee mandagen, één dag, maar we zitten met z'n twee achter de computer, moeten we daar toch uit kunnen komen. Die actie, die code was zo verschrikkelijk onduidelijk en onleesbaar en onlogisch in elkaar gezet, dat we uiteindelijk 10 mandagen nodig hadden om die wijziging door te voeren. Vervolgens bleek dat er een ander team moest gaan helpen omdat we nog 12 mandagen regressietesten hadden. Dat kwam uit de acceptatietesten. En als ik je heel eerlijk zeg, is het team nu komende sprint nog steeds bezig om regressie-issues op te lossen van die ene wijziging waarvan we dachten dat moet toch makkelijk in een dag te doen zijn. Dat is het effect van codekwaliteit in zijn meest duistere vorm. Maar het is niet iets wat ongangbaar is. En dat lag echt niet aan zozeer deze klant, alhoewel die code wel heel slecht was. Maar ja goed, dat hebben we allemaal. Weet je, legacy code of wat dan ook. En het effect van codekwaliteit, weet je, de business heeft er wel eens ooit dat ze zitten te pushen van het moet sneller klaar. En dat kan, en soms mag je ook wel shortcuts nemen, maar het effect van codekwaliteit wordt vaak niet bij stilgestaan. En het effect van 2 mandagen naar eigenlijk 1 man maand is echt wel fundamenteel. Maar dat is niet ongangbaar als het gaat over wat kun je doen met codekwaliteit. Dus ik vond dit wel een hele mooie. Ik zal een voorbeeldje laten zien. En dat voorbeeldje is geanonimiseerd. Maar dit is een proces waarmee we bezig zijn geweest bij een andere klant. Die hadden een stukje code draaien. En die hebben ons, waren ook geen programmeurs van huis uit. Maar die hebben ons gevraagd van goh, denk eens mee hoe we dat in ieder geval in stapjes kunnen verbeteren. En ik heb het voor je klaarstaan. Dat gaat makkelijker. Dit is de nieuwe code, maar ik zal even de oude code erbij pakken. Dit is de oude code die ze gemaakt hadden. Het is een stukje code wat een koppeling maakt met een product lifecycle management systeem, PLM systeem. En wat eigenlijk moet checken of een bepaald artikel bestaat. Daar komt het op neer. Ja. Die code die ziet er als volgt uit. Daar zit wat logging in. Daar zit iets in waarvan niemand snapt wat het precies doet. Daar zit vervolgens een stukje error catching in van datgene daarboven waarvan niemand snapt wat het doet. Ik heb er echt naar zitten te kijken van wat gebeurt hier in vredesnaam. By the way, wat er gebeurt is dat de interne nummering van revisies in getalletjes is terwijl zij werken extern met ABCDEFG. Dat kon ik er niet uithalen, maar dat is wel wat er gebeurde. Vervolgens zit er ongelooflijk veel logging in. En kennelijk vindt hij het leuk om elke keer opnieuw te vragen. Ik zal even kijken waar dat hier zit. Kijk, elke keer. Want je kunt niet vaak genoeg vragen of Profile Actions Log enabled is. Maar ook hierboven is toch wel heel erg interessant. Er staat dan, eigenlijk aan de logging kan ik zien wat hij doet. Want als ik de code zit te bekijken, dan word ik er niet echt wijs uit. Hij haalt de record set op. Nou, afijn. Het is niet een voorbeeld van code die lekker leest, laat staan, lekker aanpast. Er zat ook geen unit test op. Testbaarheid is sowieso een issue hier. We hebben een eerste stapje gezet om die code wat leesbaarder te maken. En wat ik heel belangrijk vind is dat code moet lezen als een boek. Dat heeft niet met de tooling te maken, want het moet een ontwikkelaar op een gegeven moment een beetje doorhebben. Nou, vast nog niet perfect, want het was pas een eerste stapje. Maar wat je hier in ieder geval al ziet is dat er een aantal dingen uitgehaald zijn. Is het trouwens te lezen of moet ik een beetje... Gaat net, hè? Ja. Ja, dus je ziet daarboven dat het revisienummer en de current revisions gewoon door een aparte actie wordt opgehaald. Dan ben je die code al kwijt. En hieronder zie je dat die ook op een in ieder geval iets logischere manier door de code gaat. By the way, hij returnt ook hier een enumeration in plaats van een 0, een 1, een 2 en een 3, waarvan je dan elders in de code maar moet gokken wat het is. Stond wel ergens in de comments, maar ja. Dat is ook niet echt handig. Dus stapjes om het te verbeteren. Zijn er nog lang niet, maar dit is ook een proces voor hun developers om te kijken van hey, hoe kan ik nou mijn code beter en leesbaarder opzetten. Dat is even een voorbeeldje en als je dat dan in je achterhoofd neemt, het verhaal wat ik net vertel van die 2 mandagen die 1 man maand worden, nou dan snap je een beetje waarom dat soort dingen in kunnen gaan zitten. Want dit is in die zin, zelfs dat eerste stuk code, ook al is het te gaai is en niet te lezen, is wel maar 1 lapje wat geen lijntjes heeft met andere stukken in de code. Dat was bij het andere voorbeeld helaas wel zo. Dat was wat minder praktisch.
bij wie naartoe? Dus daar willen we het vanavond met jullie naar gaan kijken in die verschillende facetten. En het eerste waar we naar willen kijken is een aantal tips gewoon om te geven over hoe kun je nou in je proces dingen doen voordat we naar Visual Studio kijken. Want Visual Studio is tooling en tooling zonder proces, ja, dat doet niet zoveel. Ik weet niet, wie werkt er hier met Scrum of Agile? Ja? Als ik dat 10 jaar geleden had gevraagd, dan deed dat nog bijna niemand, maar tegenwoordig is dat vrij gangbaar. Als je in dat proces zit, wie hanteert er een definition of ready? Al? Oké. Nou, dat is mooi. Kijk toch een paar dingen. Gewoon een paar tips, hè. In dat Scrum proces, denk na over een definition of ready. Definition of ready is niet hetzelfde als definition of done. Wat zegt een definition of ready? Dat zegt eigenlijk, waar moeten mijn requirements aan voldoen voordat ik ze met het team oppak om te gaan developen. Daar moet je geen heel boekwerk van maken, want dan wordt het weer onwerkbaar. Maar nadenken over, hoe kan ik nou zorgen dat ik mijn business handvatten geef van als je dit doet, dan kan ik het beter bouwen. Wat heb ik nodig? Heb ik een wireframe nodig? Heb ik nodig dat ze acceptatiecriteria opstellen? Heb ik dit nodig? Heb ik dat nodig? Het kan best per organisatie verschillen. Er zijn natuurlijk wel een aantal dingen die in ieder geval handig zijn om te hebben. Maar zorg ervoor dat je daarover na hebt gedacht en dat je daar duidelijke afspraken over maakt om te voorkomen dat je onduidelijke requirements krijgt. Want onduidelijke requirements, het is een beetje junk in is junk out, ja, dat levert ook heel veel ellende op in rework op het moment dat je het oplevert. Want dan ga je eigenlijk, het is mooi om te itereren, maar om te itereren omdat iemand aan de voorkant het vertikt heeft om gewoon even aan te geven wat hij wil, is een beetje zonde. Ja, dus daar zit ergens een balans in. Dus de definition of ready, dat is mooi om over na te denken. Een andere, wie hanteert een definition of done? Alweer meer, hè? Definition of done is eigenlijk je kwaliteitscriterium voor jou als team. Dus waar moet mijn werk, waar moet ons werk als team aan voldoen voordat ik het klaar vind? Daar kunnen dingen in zitten als het moet onder unit test zijn of het moet gepeer-reviewed zijn of whatever. Maar het is goed om over na te denken, om dat eventjes op een rijtje te zetten voor jezelf. Van wat vinden we belangrijk als team in het proces om de kwaliteit te borgen? Ja? En één ding wat ik in ieder geval altijd heel... Wie peer-reviewt er code? Of wie heeft peer-review in zijn codeproces zitten? Ja? Wat is jullie ervaring een beetje met peer-reviews in de code? Lisa? Ik vind het geweldig. En weet je wat het is namelijk? Ik heb altijd, heb ik nog steeds zo, maar ik heb het idee dat ik ongelooflijk goede code schrijf, hè? Ik weet niet of jullie dat ook hebben van jezelf. Totdat iemand het peer reviewt. En dat is toch wel belangrijk, want uiteindelijk, ik moet je heel eerlijk zeggen, als ik 2 maanden later naar mijn eigen code kijk, dan heb ik ook niet meer het idee dat het zo geweldig was. Maar op het moment dat ik het aan het schrijven was, nou joh, om door een ringetje te halen. Maar dat is niet zo. En zo'n peer review is zo fijn, want dat geeft je direct al feedback van hey, ik snap wel wat ik gemaakt heb, want ik zat er natuurlijk helemaal in. Maar kunnen anderen, weet je, kunnen ze het lezen? Snappen ze wat ik bedoeld heb? Mijn naming conventions, heb ik duidelijke namen gebruikt? Zelf denk je dat het duidelijk is, maar dat weet je niet totdat een ander het leest. En eigenlijk een peer review is hetzelfde als wat je zelf hebt als je na 3 maanden terugkijkt naar je code en denkt, what the fuck? Dat heeft die peer reviewer meteen, dus die 3 maanden heb je weer gewonnen. Dus het is echt super tof. En makkelijk te doen in het proces. Het kost helemaal niet zo heel erg veel tijd en het is tijd die je zo terugverdient. En tot zover ook eigenlijk een paar best practices die ik met jullie wilde bespreken, die nog voor Visual Studio zitten. Dus los van al het andere wat je doet om Visual Studio te gebruiken, is in ieder geval al nadenken over deze dingen. Want heel veel van de tools die je dadelijk gaat zien, of het nou Stylekop is voor je coding styles, of dat het nou de code analysis is van Microsoft of wat dan ook. De standaarden die je hebt, dat zijn maar de standaarden. Maar je moet, als je zelf hebt nagedacht al met je team, van welke regels wil ik wel en niet gebruiken, wat zet ik uit. Weet je, zorg dat het lekker werkt. Ik had een keer een team en die hadden een regel aanstaan dat alle publieke methodes moesten verplicht comments hebben. Nou, op zich prima. Alleen wat dat team vervolgens ging doen, is er werkelijk de meest onzinnige comments inzetten. Dan had je properties, hè, dat is prachtig. De property was bijvoorbeeld username. En de comment die erbij stond was the username. Ja, doe dan niks.
Dus met andere woorden, dat is goed, je mag dat wel afdwingen, maar zorg dan ook dat je erover na hebt gedacht, hoe wil ik dit gebruiken? Kijk, als ik een team uitleg van, hey luister, we gaan een API maken, of een library maken, een DLL maken, die ik elders wil gebruiken, en de comments die hier staan, komen als hulp terug, als een andere developer jouw methodes aanroept, dan zeg je, hey, dat is leuk, dat is mooi. Nou, daar heb je over nagedacht. Maar haal dan alsjeblieft weg die parameter username om erbij te zetten the username. Want dat voegt werkelijk niks toe. Weet je, ik bedoel, zet er dan iets zinnigs neer. Maar denk er over na. En dat soort dingen, en ik merk het bij zoveel teams, dan doen ze dingen omdat het stijlkoppen toevallig in dit geval afdwong. Maar er is niet over nagedacht. En dit soort dingen juist, je wint ermee. En het wordt ook fijn en tof voor het team om te gebruiken als er even over nagedacht is. Ja? Goh, ik zit zelf nog goed in de tijd ook. Dat is toch mooi. Hey, zijn er van jullie kant uit nog aanvullingen? Dingen die jullie nu al doen in je proces waarvan je zegt van, hey, die wil ik even delen zo? Nee? Oké. Okay. Nou, mooi. Sluit dit een beetje aan, de dingen die ik heb gezegd. Heb je zoiets van, hey, dat zijn dingen die in ieder geval tof zijn om een keer te horen. Waarschijnlijk niet nieuwe dingen, maar in ieder geval wel dingen die ik even wilde noemen voordat we de tools ingaan. Want het is niet alleen maar de bits en de bytes, het is even hoe je toepast in je proces. Ja.